Iedereen heeft wel eens van motorclubs gehoord, maar er is één die waarschijnlijk het bekendst is: de Hells Angels. De Hells Angels hebben charters over de hele wereld, waarvan een aantal in Nederland. In deze video gaan we eerst kort in op de geschiedenis en vertellen we over een van Nederlands meest gewelddadige charters. Eentje die jarenlang terreur zaaide, geleid door een leider die maar één ding voor ogen leek te hebben. Dit is het verhaal van de Nederlandse Hells Angels. Op 17 maart 1948 werd de Hells Angels Motorcycle Club opgericht in Fontana, San Bernardino in de Verenigde Staten. Het bestaan wordt voornamelijk toegeschreven aan Otto Friedli, maar er zijn verschillende verhalen over wie er eigenlijk begonnen is. Er zijn ook veel theorieën over wie de naam Hells Angels heeft bedacht. De meeste geven de naam aan Arvid Olsen. Arvid was een veteraan uit de Tweede Wereldoorlog, die tijdens de oorlog in een squadron van de Flying Tigers had gevlogen, die zichzelf de bijnaam Hells Angels zouden hebben gegeven. In de jaren 50 ontstonden er meer Hells Angels charters. Een charter, ook wel chapter genoemd, is in feite een gelokaliseerde groep. Vanaf 1961 werden de eerste charters internationaal, van het bescheiden begin in Californië helemaal tot Auckland, Nieuw-Zeeland. De Hells Angels begonnen zich ook uit te breiden over de oostkust van de Verenigde Staten en later naar het Middenwesten. Op 30 juli 1969 werd de eerste charter opgericht in Londen. In 1993 ging de eerste Afrikaanse charter van start in Johannesburg. Alleen al in Europa zijn er meer dan 275 charters actief. Wereldwijd zijn dit er nog veel meer. Mensen die lid willen worden krijgen te maken met een lang doorlichtings- en inwijdingsproces, hoewel dit inmiddels per charter verschilt. Het begint allemaal met het bezitten van een Harley Davidson. Je wordt eerst een hangaround en neemt af en toe deel aan meetings. Dan word je een associate en vervolgens een prospect. Het kan een aantal jaren duren voordat je volledig lid bent. Dit is een van de mogelijke manieren om ingewijd te worden. De Hells Angels waren niet zomaar een gewone motorclub die het leuk vond om op een zonnige dag een rondje te toeren en gezellig samen te lunchen. De Amerikaanse FBI heeft ze gekarakteriseerd als een outlaw motorcycle gang en heeft ze beschuldigd van het produceren en distribueren van drugs, met name methamfetamine in Amerika. Laten we nu teruggaan naar Nederland. De eerste Nederlandse charter werd officieel opgericht in 1978 in Amsterdam door Willem van Boxtel. Interessant genoeg begon Willem eind jaren 60 al de naam Hells Angels te gebruiken voor zijn toenmalige motorclub, zonder de toestemming van de echte Hells Angels in San Bernardino. Nadat hij uiteindelijk in 1978 toestemming kreeg om de Hells Angels naam te gebruiken, was de eerste erkende Nederlandse charter een feit. In deze video gaan we het echter niet hebben over deze Amsterdamse charter. Die komt in een latere video aan bod. In deze video gaan we het hebben over de Hells Angels charter uit Haarlem. En daar is een goede reden voor. Waar de Amsterdamse charter de laatste jaren relatief geruisloos onder de radar opereerde, is de charter in Haarlem er een van pure chaos en vernietiging. Voormalig voorzitter van dit charter was Lysander de R. En nadat Lysander de voorzitter was geworden, maakte hij er een extreem rigide en gewelddadige charter van, waarin iedereen moest doen wat hij zei. Lysander de R is niet zo bekend en er is weinig informatie over zijn jeugd. Wat wel bekend is, is dat hij als 10-jarige deelnam aan een atletiekwedstrijd, waarin hij op de 26e plaats eindigde. Slechts 5 jaar later is hij te zien in een Nederlands nieuwsprogramma, waarin gezinsvoogden worden onderzocht. Zelfs de voogd kon Lysander niet op het rechte pad houden en de rest zou geschiedenis worden. Nadat hij in 2014 voorzitter van de charter werd, werden er onder het bewind van Lysander veel misdrijven gepleegd. Zelfs buiten Haarlem. Denk hierbij aan afpersing, smokkel, beroving en agressie. In augustus 2014 was er een rivaliserende motorclub die een motorshow wilde houden. Het gebouw waarin het gehouden zou worden, werd echter meerdere keren in brand gestoken door de Haarlemse chapter. De eigenaar en familie van het gebouw werden ook bedreigd, maar dat was nog niet alles. Tussen 2014 en 2015 werden ook 3 rivaliserende clubhuizen in brand gestoken. Zelfs de burgemeester van Haarlem was niet veilig. Zijn auto werd in brand gestoken nadat hij had aangekondigd dat hij achter de motorclub aan zou willen gaan en deze wilde ontmantelen. In al deze gevallen was er 1 drijvende kracht, Lysander. De burgemeester zei later: "Mijn relatie met deze charter van de Hells Angels was altijd prima. We spraken met elkaar en af en toe had ik direct contact met ze. Maar sinds kort is er een nieuw hoofd en hebben we geen communicatie meer." Subtiel wees hij naar Lysander.
De terreur was nog lang niet voorbij. In april 2016 raakten leden van de Haarlemse Charter slaags met een rivaliserende motorclub. De Mongols Motorcycle Club, in de lobby van een hotel. Ze gingen met elkaar op de vuist en zelfs meubels vlogen door de lobby. Plotseling werden er minstens 20 schoten gelost. Er raakten geen mensen ernstig gewond, maar het was wel weer eens duidelijk dat de Haarlemse Charter het gebruik van geweld niet schuwt. Maar waarom? Waarom was al dit geweld zo nodig? Een insider vertelde een Nederlandse krant: Lysander wil alleen maar betrokken raken bij conflicten. Er is geen motorclub meer, dat is allemaal veranderd toen hij het overnam. Hij is een heethoofd en een manipulator. Hij voelt zich de koning. Hij zal binnenkort in een greppel belanden. Meerdere charters zijn klaar met hem, maar ze doen niets. Ze hopen dat de problemen zichzelf snel oplossen. In plaats van ten goede te veranderen, kon het Lysander niet schelen. Als zijn regels je niet bevielen, werd je eruit geschopt. Dat was dan weer schadelijk voor je reputatie. Fast forward naar juli 2018. Lysander de R. werd vervolgd tot 9 jaar gevangenisstraf voor zijn misdaden, variërend van afpersing tot bedreiging en geweld. Niet veel later, in mei 2019, werden de Hells Angels in hun geheel verboden door de Nederlandse overheid. Voornamelijk omdat ze meer werden gezien als een criminele organisatie dan als een echte motorclub. Als je denkt dat Lysander zijn gevangenisstraf in alle rust zou uitzitten, heb je het mis. In mei 2019 startte hij namelijk een nieuwe motorclub vanuit de gevangenis. Hij noemde het Hardliners MC. Hun logo lijkt opvallend veel op dat van de Hells Angels. Omdat Lysander uit de Hells Angels werd gegooid als gevolg van zijn slechte reputatie, wilde hij waarschijnlijk provoceren. De kleuren, het lettertype, het embleem, bijna alles is hetzelfde, behalve dat hij de schedel heeft vervangen door een haai. In de afgelopen jaren heeft de Hardliners MC een aanzienlijke groei doorgemaakt. Dit komt deels door twee factoren. De eisen om lid te worden zijn vrij laag. En doordat de politie hard is gaan optreden tegen de meer bekende motorclubs, zoals Satudara, No Surrender en Kalawago. Vanaf januari 2022 hebben de Hardliners ongeveer 200 leden en 22 charters. De politie heeft momenteel al 90 van de leden in het vizier vanwege zware criminele activiteiten. In de gevangenis ging Lysander gewoon door met zijn bedreigingen, geweld en manipulatie. Hij werd beschouwd als de baas in de gevangenis van Zaandam. Een bron uit de gevangenis zei dat hij zoveel macht uitoefende dat hij zelfs bepaalde wanneer er gestofzuigd werd, zodat hij rustig kon slapen. Hij mocht de computer van het personeel gebruiken, had toegang tot een telefoon en liep zelfs vrij door de gevangenis en de verschillende afdelingen. Hij mocht dit allemaal doen omdat hij het personeel en medegevangenen afperste en bedreigde. Iedereen wist dat ze uit Lysanders buurt moesten blijven. Klachten die werden ingediend vanwege zijn gedrag kwamen uiteindelijk bij hem terecht. Hij ging dan door met het intimideren van de persoon die de klacht indiende. Allemaal zonder enige straf voor zijn gedrag. Sommige incidenten werden zelfs gefilmd, maar er werd niets aan gedaan uit angst voor Lysander. Het laatste nieuws is dat Lysander is overgeplaatst naar een andere gevangenis omdat er een lijst in zijn cel was gevonden met namen van werknemers die hij omgelegd wilde hebben. Zijn advocaat heeft gezegd dat dit een grote leugen is. Dit was het verhaal van de Haarlemse Charter van de Hells Angels. Zoals altijd hoop ik dat je hebt genoten van deze video. Als je dat hebt gedaan, laat dan zeker een like achter. Geef een reactie en abonneer je op mijn kanaal voor meer. Laat me het ook weten als je dit soort video's over motorclubs leuk vindt. Er zijn nog meer in Nederland die ik zou kunnen behandelen. Deel het in de comments en hopelijk zie ik je in de volgende video.